Spijsvertering van de kat is heel belangrijk omdat het ervoor zorgt dat de voeding die die binnenkrijgt, en of dat nou brokjes zijn of prooi, dat maakt niet zoveel uit, omgezet worden in stoffen die het lijf kan gebruiken. Het lijf gebruikt die voedingsstoffen om cellen bijvoorbeeld te vervangen of om te groeien. En spijsvertering van de kat lijkt best wel op van de mens, met het grote verschil dat het spijsverteringssysteem van de kat simpeler is dan dat van de mens. In de natuur scheurt een kat stukken vlees van haar prooi af met haar tanden, maar ze schraapt ook het vlees van de botten af met haar tong. Want de tong bevat een soort van weerhaakjes, waardoor dat kan. Katten eten altijd de kop van de prooi eerst. Die slikken ze als eerste door. En dat doen ze omdat als de prooi naar beneden zakt in het spijsverteringsstelsel, ze op deze manier de stand van de haren van de vacht van de prooi volgen. En je kan je misschien wel voorstellen dat het makkelijker slikken is als je met de stand van de haren mee eet. Ik begin hier met een tabel waarin de meest belangrijke voedingsstoffen staan. Dat zijn eiwitten, ook wel proteïne genoemd, koolhydraten, vetten. Over vitamine en mineralen gaan we het niet hebben. En water. Katten zijn strikte carnivoren, wat betekent dat ze vlees moeten eten. In de natuur eten katten bejaagde prooien. En deze bestaan eigenlijk voor een groot percentage uit eiwit, dierlijk eiwit. Een heel groot percentage vocht, wel 80%. Een heel klein beetje vet. En nog minder koolhydraten. Omdat vlees een hele rijke, heel rijk is aan voedingsstoffen. En veel makkelijker te verteren dan plantaardig materiaal. Hoeven katten niet zoveel tijd te spenderen aan eten als herbivoren. Katten kennen wel 22 eetmomenten per dag, maar ze eten maar telkens een klein beetje. Het verteringssysteem van de kat is eigenlijk een soort van lange buis die begint bij de bek en eindigt bij de anus. En tussen het begin en einde van die buis wordt het voedsel bewerkt door het lijf. Vanuit de mond komt de voeding via de slokdarm terecht in de maag. Het maagzuur van de kat ligt rond de 2, heeft een pH van 2. En dat is vrij zuur, maar dat is ook nodig om de eiwitten uit het vlees af te kunnen breken. Vervolgens komt de voedselbrei terecht in de dunne en uiteindelijk in de dikke darm. Carnivoren zoals de kat hebben maar een kort darmstelsel, als je dat vergelijkt met een herbivoor of een omnivoor. Omdat ze niet zoals de herbivoren moeilijk verteerbare plantencellen hoeven af te breken. Via de darmwand worden dan de voedingsstoffen opgenomen die uiteindelijk terechtkomen in het bloed. In de dikke darm is er vooral om water en zouten uit het voer op te nemen. Wanneer een kat een prooi zoals een muis of een vogel eet, bestaat deze uit een klein percentage onverteerbaar materiaal, zoals tandjes, haren, veren of nagels. En de ontlasting van de kat bevat deze onderdelen, want ze zijn immers niet verteerbaar. Maar daarnaast bestaat ontlasting ook uit dode celletjes en dode bacteriën. En de darmen worden geactiveerd zodra er voedsel aanwezig is. Het voedsel wordt dan door peristaltiek, door een soort samenknijpende bewegingen, door de darmen heen gestuwd. En het onverteerbare materiaal wordt opgeslagen totdat er genoeg materiaal aanwezig is om uit te poepen. Poep dat